Het tweede weekend van september is het elk jaar Open Monumentendag. Dit jaar was het landelijke thema boeren, burgers en buitenlui. 17 Wiegse monumenten namen deel met een activiteit. De wieken van de molens draaiden in Wiegen en Hernen en beide kastelen waren opengesteld. Op de voorhof van het kasteel werden wapendemonstraties gehouden door middeleeuwse ridders en in Batenburg kreeg bezoek in de kerkers van de slotruïne de spannende verhalen van vroeger verteld. In het kasteel Wiegen was een kleine expositie over de Wiegense boerderijencomplexen die van groot cultuurhistorisch belang zijn omdat alle structuren nog aanwezig zijn. Bij boerderij De Vormer kon bezoek aansluiten bij een rondleiding. In de Sint-Victorkerk en in het gotisch kerkje in Leur waren er rondleidingen. In de Sint-Antonius-Abtkerk werden bijzondere vaandels tentoongesteld. Er waren 2 orgelconcerten en bezoek kon een film over het vroegere Roomse leven bekijken. In totaal hebben ruim 1900 bezoekers Open Monumentendag 2017 bezocht.